Hallo collega's, ja, hier sta ik dan bij Dekamarkt Uggelen, onze supermarkt. Wij maken kans om de beste supermarkt van Nederland van Dekamarkt te worden. En daar hebben we zin in, we zitten in de finale, jawel. Ik laat jullie nu de winkel zien, alle afdelingen. En natuurlijk laat ik jullie kennis maken met de medewerkers die met passie hier staan in deze winkel. Hoe klantgericht zijn wij hier in Uggelen? Nou, kom maar mee, dan gaan jullie dat allemaal meemaken. Hoi, welkom in de Dekamarkt Uggelen. Goedemiddag. Welkom op de groenplaats. Welkom bij de broodafdeling. Nou Yvonne, waar ben je trots op? Nou, kijk eens hoe lekker die afdeling erbij ligt. Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk en ik vind het heerlijk om hier elke dag gewoon lekker mijn ding te kunnen doen. Klanten blij te maken en tevreden weer naar huis te gaan. Nou, helemaal super. En wat is het geheim? Het geheim zit hem in de liefde en de passie die we erin steken. Alles wat gewoon met heel veel liefde en passie afgebakken, ingepakt en verkocht. Helemaal goed. Weet je wat ook zo mooi is? Wij doen alles samen. Welkom bij de versafdeling. Hallo. Hey Damien, ja. Vertel, wat vind jij zo mooi aan deze versafdeling? Nou, het mooie is natuurlijk dat het er strak bij ligt. Dat je gewoon alle producten hebt, zodat de klanten nooit misgrijpen. Dat je geen nevenkoop hebt. En dat maakt natuurlijk ook dat de klanten heel blij zijn. Dat ze hier met een fijn gevoel naar de winkel toe komen en ook weer weggaan. Het geheim zit hem in de communicatie. We communiceren ontzettend veel heen en weer met hulpkrachten, met vaste medewerkers, via alle lijnen die we hebben. De app, informatie in de kantine, we spreken elkaar aan. En hiermee verbinden we elkaar. En die verbinding zoeken we ook buiten de DK. We hebben natuurlijk een hele grote klantenbestand om ons heen, waar de medewerkers vandaan komen. Dus daarmee bereiken we ook de familie. Dus op het moment dat wij onze medewerkers hier goed behandelen en waarderen, dan is die waardering naar die klant ook al daar. En wat ook heel belangrijk is, is hoe gaan we om met onze hulpkrachten. Ze komen binnen, ze willen heel graag bij ons komen werken. Nou, dat gaan we dan even testen natuurlijk. En als je dat goed uitlegt aan het begin en je bent zelf ook een beetje enthousiast en je weet je enthousiasme over te brengen, dan leidt dat zeker tot goed resultaat. Ik heb daar hele goede ervaringen mee met die jonge gasten. Zelf ben ik al 63, maar ik vind het steeds leuk om met 15, 16, 17 jaar te werken. Want dat is wel de toekomst. En ik wil ze graag iets meegeven van datgene wat ik geleerd heb in het verleden. Amber, wat is nou het verschil met andere Dekamarkten hier in Uggelen? Dat we werken met videoboodschappen, waardoor we goed geïnformeerd worden en dat het duidelijk is wat we doen moeten. Hoi! Welkom bij de kassa. Hoe klantgericht zijn wij hier in Uggelen? Wij zijn in Uggelen super klantgericht. Wij behandelen alle klanten gelijk, of ze nou vaste klant zijn of een eenmalige klant. Ze krijgen evenveel aandacht van ons. En we lopen mee als ze boodschappen hebben en dan gaan ze even naar de auto en ze kunnen het niet. We helpen met inpakken in de kar, in de invalide stoel. Maakt niet uit, we helpen. En we zetten ons in, want iedere klant verdient het. En wij verdienen iedere klant. Ik kom hier 6 dagen in de week met heel veel plezier. Oké. Ja. En denkt u dat dit de allerbeste Dekamarkt van Nederland zou kunnen zijn? Waarom ook niet? Ik kom hier echt elke dag, dus het is voor mij een uitje. Het is gezellig hier. Het personeel is vriendelijk, er wordt goed geholpen. En daarom zeg ik bij deze, de Dekamarkt krijgen wij een dikke duim. Nou, dit was de film van ons en we hopen dat jullie een hele goede beleving hebben gehad. En waarom wij de allerbeste Dekamarkt kunnen zijn. En ik zou zeggen, stem op ons. Hè Lotte? Stem op ons. Stem op ons.